De oranje voetbaldames moeten weer aan de bak. Komende vrijdag spelen ze de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië en de dinsdag erop tegen Rusland. De selectie is volop aan het trainen en er is een nieuw gezicht. Fenna Kalma debuteert bij Oranje. Een prestatie die haar oud-trainer apetrots maakt. Fenna Kalma, zegt het je wat? Ja, nee. Nee, ik niet. Nee. Nee, niet. Ja, wel van naam, maar niet echt. Nee, ik ken hem nog niet. Nee, ik volg de laatste tijd wel een beetje het Eredivisie, het vrouwenvoetbal, maar ik had er nog niet van gehoord, nee. Nou, dit is er dus. Nou, ik ben Fenna Kalma, kom uit Haskehorne en ik ben spits. En wat voor een. De 19 jaar jonge Kalma was dit seizoen al 13 keer trefzeker voor haar club FC Twente. Vanaf haar 16e doorloopt ze alle jeugdelftallen van Oranje en nu mag ze dus meedoen met de grote dames. Het besef is eigenlijk nu pas, moet ik zeggen, dat je er echt staat en dat je hier bent en dat je iedereen hier ziet en kennis maakt met de spelers. Dus nu is het besef er eigenlijk pas dat ik hier deze week mag staan. Ja, ik vond het vooral heel vet voor haar, want ik weet hoe hard zij ervoor heeft gewerkt. Zij werkt zo hard, dus ja, vond ik super. Dit is Fenna nog niet eens zo heel lang geleden. Ze komt als klein meisje binnen bij het Friese VV Oude Haske en is in het begin ook het enige meisje bij de club. Haar vroegere teambegeleider ziet meteen dat ze een talentje is. Zij speelde samen met jongens en er waren wedstrijden bij dat zij met meerdere doelpunten dan 7 of 8 ten opzichte van de tegenstander hadden gewonnen. En Fenna was dan degene die bijvoorbeeld 5 of 6 doelpunten had gemaakt. Nu mag ze hetzelfde gaan doen voor de Oranje Leeuwinnen. Misschien komende dinsdag al. Wat denk jij? Mag je ook al even spelen? Dat weet ik niet. Ik ga eerst de komende dagen aankijken hoe het gaat op de trainingen. En ik mag hopen en dromen, maar dat gaan we zien. We wensen haar vanuit de vereniging heel veel succes natuurlijk. Ja. Met haar komende interland debuut en ook haar verdere carrière.